Amersfoorters moeten letten op radicalisering. En Utrechtse hockeydames, gefilmd door Haagse viespeuk. U kijkt naar U Vandaag van zaterdag 6 september. Amersfoorters moeten goed opletten of inwoners radicaliseren of zich willen inzetten voor de jihad. Dat zegt burgemeester Bolsius naar aanleiding van het plotselinge vertrek van het gezin van Amersfoorter Germaine W. naar Syrië. Samen met een gezin uit Utrecht zou die zich willen aansluiten bij een terreurgroep. Bolsius zegt niet te weten of bekenden van het gezin ook radicaliseren, maar iedereen moet daar alert op zijn. Ook gaat de burgemeester organisaties in de stad om hulp vragen bij het voorkomen van radicalisering. Het plotselinge vertrek van het gezin uit Amersfoort en dat uit de buurt van Utrecht zou het gevolg zijn van de gebeurtenissen in Huizen. Daar werden de ouders van twee gezinnen vorige week gearresteerd omdat ze naar Syrië zouden willen gaan. Hun kinderen werden uit huis geplaatst. Germaine W. zou volgens de Volkskrant hebben willen voorkomen dat ook hun kinderen uit huis zouden worden geplaatst. Het gebeurt natuurlijk op grotere schaal. Er wordt overal over gesproken. En Amersfoort is natuurlijk ook een redelijk grote stad. Dus dat het bij ons gebeurt is op zich niet heel verbazingwekkend. Maar het is natuurlijk altijd wel weer zorgelijk en ook verdrietig dat gezinnen met kinderen dit soort stappen zeggen. Germaine W. werd in verband gebracht met de radicaal-islamitische Hofstadgroep een paar jaar geleden. Maar in tegenstelling tot zijn broer werd hij nooit veroordeeld voor terroristische activiteiten. Hij werd wel in 2006 aangeklaagd omdat hij het werk van Tweede Kamerlid Ayaan Hirsi Ali onmogelijk zou hebben gemaakt. Op zijn werk, een bakkerij in Leusden, was een briefje gevonden met een eenvoudige tekening en daarop stond een plan voor een moordaanslag op Hirsi Ali. Maar tot een veroordeling kwam het niet. Onduidelijk is waar het naar Syrië vertrokken gezin uit de regio Utrecht precies woont. De moeder van dit gezin is volgens de Volkskrant bevriend met de vrouw van Germaine W. Volgens Trouw zijn er in Nederland drie regionale netwerken van moslim-extremisten die in Syrië of Irak zich zouden willen aansluiten bij terreurbeweging IS. Maar opvallend genoeg staat Amersfoort niet in het lijstje. Ook burgemeester Bolsius stelt in zijn brief aan de gemeenteraad dat Amersfoort niet tot de meest betrokken gemeente hoort. Hij wil zijn brief alleen niet voor de camera toelichten. Dat begrijp ik wel, want hij heeft in principe dat gedaan wat hij doen moest. De andere taken liggen bij landelijke diensten en bij de Rijksoverheid. Die is nu aan zet en die is ook bevoegd om maatregelen te nemen die nodig zijn. En de rol van de burgemeester is natuurlijk vooral datgene te doen wat hij gedaan heeft. Dat is zo gauw hij kennis had van dit soort informatie, is dat de diensten daarbij te betrekken. En in die zin valt er ook, wat zijn rol betreft, niet zo heel veel aan toe te voegen, denk ik, op dit moment. De burgemeester stelt dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat in de omgeving van het gezin van Germaine W. meer dan gemiddeld zorg moet zijn voor radicalisering. Bolsius wil de fractievoorzitters in Amersfoort in vertrouwen bijpraten als ze daar behoefte aan hebben. Dat gebeurt komende dinsdagavond. Hockeyclub Fordaan is geschokt dat ook speelsters van de club uit Groenekan stiekem zijn gefilmd in de kleedkamer van HGC in Wassenaar. Deze week bleek dat een voormalig trainer van die club stiekem speelsters filmde, vooral minderjarigen. Hij zou de opnames op DVD hebben gezet. Bij hem thuis is kinderporno gevonden. Fordaan benadrukt dat de club uit Groenekan geen kinderen op de opnames heeft staan. Maar wie er allemaal wel op staan is nog onduidelijk. Ook weet het bestuur van de club nog niet om welke teams het gaat. Op dit moment nog niet zo heel erg veel, want het onderzoek loopt nog. Maar 11 september is er een bijeenkomst op HGC voor alle betrokken clubs. En dan kunnen we onze vragen stellen. Dus wat we eigenlijk hebben gezegd tegen onze leden, van goh, mochten jullie vragen hebben waar je antwoord op wil, dan kunnen wij die vragen meenemen naar de bijeenkomst op 11 september. En dan kunnen we dat daarna terugkoppelen. Het bestuur van de club gaat komende week naar een informatiebijeenkomst bij de club in Wassenaar. Daar zijn vertegenwoordigers van alle clubs van speelsters die zijn gefilmd. Volgens justitie gaat het in totaal om 34 clubs. Het gat in de A2 bij Everdingen is het gevolg van alle regenbuien van de laatste tijd. Dat blijkt uit onderzoek van Rijkswaterstaat. Het gat ontstond ineens vorige week. Een noodreparatie veroorzaakte lange files. Binnenkort wordt het probleem definitief opgelost. Er wordt gezorgd dat grote hoeveelheden regenwater beter afgevoerd kunnen worden. Ruim 50 mensen hebben in Maarsbergen de landelijke bijeenkomst over dierenmishandeling van paarden bezocht. De afgelopen tijd zijn in heel Nederland paarden mishandeld. Onder meer in Amersfoort, Soest en Bunschoten. Op de bijeenkomst is ook een dierenalert in het leven geroepen. Een telefonisch waarschuwingssysteem voor het melden van mishandelingen en verdachte situaties.
In Baren wordt de Koninklijke Wachtkamer op het NS-station hersteld na de wateroverlast van deze zomer. De wachtkamer kwam in juli blank te staan na een paar flinke hoosbuien. De wachtkamer krijgt nu een nieuwe eikenhouten vloer. Voor de Open Monumentendag komende zaterdag moet de ruimte weer klaar zijn. Maar liefst 7 jaar lang was het Utrechtse Vredenburg een bouwval. Ook zorgde de bouw voor het nieuwe muziekpaleis Vredenburg, Tivoli Vredenburg, voor flink wat overlast bij ondernemers. Nu het muziekpaleis staat, is die overlast voorbij en kunnen de ondernemers opgelucht ademhalen. Die hebben ze lang niet gezien hier. Maar de bussen op het Vredenburg zijn terug. We hebben 7 jaar lang bouwput gehad, opbouw, lawaai, stof. En we hebben prachtig resultaat eraan overgehouden. Dat wel, maar het heeft even geduurd. Door de bouw van het nieuwe muziekpaleis was het Vredenburg jarenlang moeilijk bereikbaar. Het was een treurig stukje Utrecht. En de onbereikbaarheid kostte een aantal winkeliers zelfs de kop. Ja, de loop was weg om een aantal redenen. Natuurlijk de rumoerige omgeving en het feit dat de bushaltes weggehaald zijn. Die hebben 7 jaar lang hebben de bussen niet gestopt hier. Van Dille heeft het gered met zijn kookwinkel, maar hij moest wel flink in de kosten snijden. Hij en 13 andere ondernemers hebben een schadeclaim ingediend bij de gemeente. De gemeente heeft dat heel positief ontvangen allemaal. We zitten met smart te wachten op een positieve uitslag. Nou, we zitten er bovenop en dat gaat zeker gebeuren. Maar we balen echt ongelooflijk van dat het zo lang moet duren. Zo lang dus ook zelfs dat sommige ondernemers die periode niet hebben kunnen overbruggen. Eén keer trek je de conclusie. Maar na alle ellende durven de winkeliers nu weer een klein feestje te vieren. Met de symbolische opening van bushalte Vredenburg. We moeten het weliswaar met de helft van de bussen doen. Maar de straat is zo mooi opgeknapt. En bovendien is dit het eerste stukje van het nieuwe Utrecht wat klaar is. Momenteel wordt er hard gewerkt aan de Katerijnensingel. In 2019 moet dat deel helemaal klaar zijn. Volgend jaar moet het water daar al lopen. En dat loopt dan tot Tivoli Vredenburg. Dan gaan we naar het weer. Vanavond en vannacht is het droog en het koelt af naar zo'n 14 graden. Morgen trekken veel wolkenvelden over, soms wat zon en in de loop van de dag kans op een buitje. Het wordt maximaal 21 graden. Tot zover deze uitzending. Morgen om 5 uur zijn we er weer met een nieuwe U Vandaag. Voor nu wens ik u een fijn weekend verder en bedankt voor het kijken. Dag!